Oh, 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 niet zo boos doen. Niet zo boos doen. Kijk hem. Hij wordt serieus echt vet boos, jongen. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Snap video. En weet je, ik moest nog een keer foto's nemen hier op het kamp. Het onderzoekskamp. En ja hoor, daar gaan we gelijk met een oud dinootje en een Pikachu-tje en een Bunnelby-tje. Heerlijk. En de... Oh, het is Ratatatata en Sudowoodo. Nice. Yo, Ratata. What up, man? Alles chill. Hier, neem een appel. Jij vindt vast een appel lekker. Of niet? Ja, ik dacht jij wilt een appel. Zal ik je scannen? Oh, kijk. We kunnen het kampvuur scannen. Oh, kunnen we dat aanzetten of zo? Ja, kijk, kijk, kijk. Dat kunnen we aanzetten. Wat vet. Wat cool. Ratataki. Yo, waar ga je? Waar ga je? Ratata. Ik vind Ratata serieus een OG Pokémon, jongen. Ratata. Je moet geen grappen maken met Ratata. Mensen zeggen dat Ratata slecht is, maar Ratata is zeker niet slecht. Ratata is de beste Pokémon ooit. Nou, oké, dat nou ook weer niet. Maar hey, Ratata is wel gewoon een basie, hoor. Het was een van de allereerste Pokémon die je heel vaak tegenkwam in een Pokémon game. Dus geen disrespect naar Ratataki, jongen. Hier hebben we Starly. Die eet echt heel langzaam, trouwens. Is dat lekker, jongen? Heerlijk, hè? Ja, lekker, man. Appeltie. Wat hebben we hier? Daar hebben we... Zou daar nog wat zitten? Daar in het bloemenveldje. Helemaal niks? Oké. Hey, de Danny. Alles chilly. Oh, wat? Wat is dit? Daar is iets. There's something in the grass. Oh, ik heb niks gezien in het gras. Wat zit in dat gras dan? Ik zie niks. Moet ik daar iets opgooien? Hier moeten we in ieder geval nog iets scannen. Dat is deze Nioh 1. Oké, laten we de Nioh 1 even fotograferen. Prachtig, allemachtig. Ik heb niks gezien in dat gras daardoor. Ik weet niet wie er in dat gras zit, maar... Hey, Pikachu! Oh, sorry, Pikachu. Oh, niet zo boos doen. Niet zo boos doen. Kijk hem. Hij wordt serieus echt vet boos, jongen. Waarom gooi je opeens een bliksemstraaltje, jongen? Doe eens rustig aan, joh. Oké, nu kunnen we weer iets scannen. We kunnen nu hier naar binnen, denk ik. Of, ja, gaan we naar binnen? Nee, we gaan door. Oké, nou, dan moeten we nog een fotootje maken van oud dinootje. Hallo. Hey, jij bent wel leuk, man. Wat sta je nou leuk te doen hier? Oh, wacht. Kan ik hier een appel in gooien in het water? Ja, maar er is niks. Starly zit daar bovenop het paaltje. Sudowoodootje is lekker hier. Ik kan hier wel een Illumina Orb op gooien. Dan gaat Sudowoodo aan. En dan gaat Bunnelby weg, denk ik. Oh, Cutiefly. Yo. Wat ben je daar aan het doen? Hallo, Bunnelby. Of Bunnelby. Of Bumblebee. Als je van Transformers houdt. Was dit het? Was dit ons rondje? Ik denk het wel. Ik denk dat dit het was. Ik zie geen nieuwe Pokémonkies meer. Ja, dit was hem. Oké. Ik vind het weer mooi geweest. Maar eigenlijk wou ik even naar binnen. Nou, laten we gewoon de foto's gaan inleveren bij de professorie. Eens even kijken wat hij van mijn fotootjes vindt. Ik heb 9 Pokémon op de foto gezet, waarvan 8 nieuwe, denk ik. Dit is echt wel een grappige Audino-foto. Oh, ik krijg maar 1 ster voor een Pikachu die een donderschok doet. Serieus? Waarschijnlijk hadden we hem vanaf de voorkant moeten fotograferen. Oké, Bunnelby. Deze, ja. Sudowoodo. Yes, oké. Trubbish. Onze vuilniszak Pokémon. Het is wel een raar design hoor, vuilniszak Pokémon. Heb ik alleen maar 1 sterren van Rattata? Oké. Van Starly hebben we wel 2 sterretjes. Gezellig. Deden 1 ster. Cutiefly ook 1 ster. Nou, dat was volgens mij niet per se de allerbeste ronde. Maar als je dit vet video's vindt, doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Alhoewel, deze Audino foto... Deze Audino-foto is wel nice. Hey, maar jongens, we hebben bijna 50.000 abonnees. Bijna 50.000! Laten we die 50.000 even halen met z'n allen. Dan blijf ik even mooie fotootjes maken en leuke video's uploaden. Hoppakee. Diamond. Pikachu. Nieuw record. Bunnelbietje. Die ziet er zo bij de hand uit op deze foto. Oeh, ook diamond. Sudowoodootje. En die is ook diamond. Ja, we gaan wel lekker met die diamond fotootjes hoor. Trubbishje. Ziet er heel gezellig uit deze foto. Lekker bij een kampvuurtje en zo. Oh, net niet diamond. Best Pokémon ooit, jongens. Je weet het. Een duimpje omhoog als Rattata de beste Pokémon ooit is. Wel een diamond. Ja, lekker. En dan Starly precies in het midden. Ik verwacht hier ook diamond, jongens. Ah,
dat dan weer net niet. De Denne ligt lekker te slapen. Die krijgt zilver. En Cutiefly. Ja, die moet je maar eens helemaal groot op de foto proberen te krijgen. Dan moet die echt dicht bij de lens zijn, hoor. Het is ook net geen diamond. 150.000 punten voor het volgende level? Hoe moet je hier 150.000 punten gaan halen? Ik heb nu pas 35.000. Oké, jongens. Ik heb de Denne van de auto gegooid. Sorry, de Den. Hier, wil je appel? Neem een appel. Lekker eten. Eet smakelijk. Ik dacht, misschien ga ik dan zien wie daar in het gras zit, welke Pokémon. Maar die komt niet tevoorschijn. Ik wil nu eigenlijk wel hier naartoe. Gaan we nu... Ja, kijk, nu gaan we wel naar binnen. Nice. Oh, Cutiefly, zo dichtbij, jongen. Kom eens. Kom eens. Kom eens dichterbij. Kom maar. Ja, goed zo. Ja, nice. Oké. En we gaan nu hier naar binnen, jongens. We gaan gewoon het laboratorium in. Hallo. Oh, kijk, daar ligt Stoutland. Oh, een Eevee. Stoutland en Eevee liggen lekker te slapen hier. We kunnen hier iets scannen. Wat kunnen we scannen? De second floor. Oh. Maar kunnen we daar dan ook naartoe? Jongens, ze worden zwakker, jongens. Hey. Ze worden helemaal niet wakker, joh. Ze liggen gewoon keihard te slapen. Eevee en Stoutlandje. Is hier nog wat? Ik zie hier helemaal niks. Oké. Dan gaan we weer gezellig naar buiten. Oké, ik ga even keihard aan de grind. Ik ga proberen om al die punten bij elkaar te sprokkelen. Ik heb geen idee of het lukt, maar als het lukt, kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik ben over de helft, maar er zijn twee routes hier voor het research camp. En tot nu toe krijg je elke keer dezelfde, maar je kan dus ook een andere route krijgen. En je kan zien welke route je krijgt aan de hand van de achtergrond hier. En elke keer als je op research klikt en weer terug gaat, dus we gaan nu weer terug, dan verandert je achtergrond. Dit is de route die we net hadden. Ja, dan gaan we weer naar research en gaan we weer terug. Dit is de route die we willen hebben. En als we nu dus foto's hier gaan maken, dan pakken we de andere route. Kijk maar, nu beginnen we hier. En zien we voor het eerst in de game een miauwtje. What uppers, miauwtje? Word je wakker? Nee? Moet ik een appel tegen je aangooien? Word je dan wakker? Oh, je wordt gewoon helemaal niet wakker. Oh, jawel. Kijk. Hij is wakker. De mafkees. Ik moet hier allemaal dingen scannen, waaronder dit hier. Er is iets hier wat onder de vloer slaapt. Wat? Wat dan? Er slaapt iets? Oh, dat wil ik straks even triggeren, jongens. Ook nu kunnen we hier weer gezellig naar binnen. Kijk die Pikachu. Kijk hem rollen. Wat schattig. Trubbies en Eevee zijn hier nu even aan het feesten. Lekker man, samen op het bankie. En daar gaan de Starlies. En Herdier staat daar het fort te bewaken. Wie zijn er nu binnen? Hey, de Den is nu binnen. Hallo. What up? En Audino die is ook gezellig binnen. Wat een gezelligheid hier, jongens. Oké, er zijn dus iedere keer twee Pokémon binnen. Wow, Pikachu. What up, Eve? What up? Trubbish, willen jullie appeltjes? Oh, niet zo boos kijken, Eevee. Wow, wat gebeurt er? Wat doet Trubbish? Die vergast gewoon Eevee. Gebeurt er nog iets als we een kristalbloempje erop gooien? Ja, dan begint Pikachu met zijn staart te schudden. Zit hij nou gewoon te flirten? Zit je nou gewoon een vrouwtjes Pikachu te zoeken? Dus even kijken of we nu dit vuur weer aan kunnen maken. En of er dan wat gebeurt net als bij de andere route. Even kijken hoor. Ja, het vuur kan weer aan. Gaat Cutiefly dan iets doen? Nee, Cutiefly vliegt alleen maar weg. Cutiefly denkt, ik heb hier helemaal geen zin in, joh. Hier zit een Benelby onder de grond. Oh. Oké, gaan we spelletje spelen? Moet ik je scannen? Moet ik een appel op je hoofd gooien? Wat moeten we doen? Moet ik fluiten? Kom nou! Kom op, Benelby! Ik gooi alles mis. Het lukt niet. Oké, nou, volgende keer beter. Ah, wel lachen dat we Miauwtje ook even tegen zijn gekomen, hoor. De Team Rocket Poes. Die kan je dus volgens mij niet tegenkomen als je de andere route doet. Of zou Miauw dan daar in het gras zitten? We hebben hier een leuke 3-sterren foto van Eevee. En een lelijke 1-ster van Stoutland. Miauw! Kijk hem blij zijn met zijn appel. Hij denkt waarschijnlijk dat het een balletje is. Lekker hoor, gelijk platinum. Of diamond, whatever jullie willen. Ja, en dan moeten we toch nog wel behoorlijk wat punten hoor, jongens. Hoeveel moeten we er nou nog? 66.000. Dit is wel lastig. Eerlijk gezegd heb ik niet echt het gevoel dat hier iets gaat gebeuren als we hem op level 2 hebben. Dit zijn zoveel punten. We hebben nieuw Pokémon Snap bijna uitgespeeld. In de volgende video gaan we weer terug naar de sneeuwwereld. En dan ben ik zo benieuwd wat daar gaat gebeuren. Als je er ook benieuwd naar bent, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!